Ja, goed. Hallo. Hier wachten, hè? Ja. Annelies, hoi. Goedemorgen. Ja. Een grote man ben je. Nee, ik sta hier. Als je daar gaat staan, ben je ook... Zie je? Oh, ja. 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 Nou, dank voor de uitnodiging. Jullie gaan weer filmen, zo. Ja. Ja, ja, Annelies die had zin om te komen. Mm-hmm. Leuk. Dus we zijn heel dankbaar. Ja. Ja. Ja, dat is dan dat... Dat is het yin-veld. Ja. 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 En waarom we het heel leuk vinden dat je even je gezicht laat zien, is dat iedereen vraagt altijd van, ja, wat is dit voor gebouw geweest? En wat is hier? Want het is een deel van een landgoed geweest. Ja. En waar is dat, heeft dat huis, het grote pand, voor gediend? Ja. Dus die vragen die stellen we ons elke keer, maar we hebben nog steeds geen antwoord. Nee. Ja, maar dat komt ook omdat dit gebouwtje is ook een beetje in een soort magisch... Niemand weet het precies. Oh. En wat wel grappig is, is dat het half op inzakken stond. Ja. En dat mijn vader toen eigenlijk noodgedwongen die ramen erin heeft gezet. Oh, okay. Die zijn niet oorspronkelijk. Nee, en dat zijn kerkramen. Ja, wow. Ja, ja. Dus als je goed kijkt, zie je er ook een kruis in. Dus ja, daar heeft glas en lood in gezeten. En dan kun je de kruis erin zien. Wat is je intentie voor deze plek? Ja, ik wilde. Ik dacht echt, ja, we moeten gewoon elke dag gewoon samenkomen. En ik had zoiets, ook meer als community, dat is uiteindelijk niet helemaal gelukt. Mm-hmm. Ik dacht, ja, er moet gewoon elke dag gedanst worden. En elke dag gewoon. En 's ochtends ook, hè? Dus dat je de dag begint. Met zo'n idee had ik gewoon in mijn hoofd. Maar ja, je ideeën gaan alle kanten op. Yeah. Ja. En van waaruit kwam dat verlangen? Ja, dat zal wel een persoonlijk iets zijn. Okay. Een verlangen naar verbinding. Ja. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Dus soms is het ook moeilijk om te bedenken van waar komt het nou vandaan? Het was er gewoon. Ja. Nou. Bedankt. Fijn. Ja. Oké. Okay. Ja, dank je. Wel. Ja. Hoi. Hoi, hoi. Hoi. Ja, zo'n groot hart, hè? Ja, ja. Ja, en we zien hem wel eens eventjes, maar nu hebben we echt even... Oh, mooi. Zo mooi, maar even dit is. Ja. Winjo, die bleef even achter. Hmm. Die staat voor geluk. De rune. Hoe heet die rune? Winjo. Winjo. Oké. Okay. Die staat voor geluk. En de runes wijzen eigenlijk altijd de weg. Als ik ze leg, dan valt er wel eens eentje. Of dan dient zich, dan blijft eentje verstopt. Dat is dan altijd een boodschap die hij voor mij heeft. Ja. Dat dit een gelukkig moment is voor mij om hier te zijn. Mm. Met jullie hier samen. Ja, dus dankjewel voor de uitnodiging. Dankjewel Frank ook voor de uitnodiging. Hm? Ja. 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 Welkom Annelies. Ja, dank je. Hm? Ja. Ja. Ik wil ook even de kijkers welkom heten. Mm. Welkom. Bij Yin-tijd met Annelies Telen. We hebben ons al verbonden voordat de camera's gingen draaien. En we willen jou als kijker eigenlijk ook welkom heten in de cirkel van Yin-tijd. En ja, we hopen en we wensen je toe dat het inspirerend en fijn is om bij ons te zijn vandaag, op jouw moment.
als kijker. Dankjewel. Wat ik bijna vergeet is dat we een nieuw initiatief hebben. Dat heet Vrienden van Yintijd. En daarin nodigen we mensen uit die zich verbonden voelen met Yintijd om deel te worden van de vriendenkring. En daarmee steun je ons. Letterlijk en figuurlijk. En vraag je dan ook om een bijdrage te leveren om dit te kunnen maken. Financieel. En kan je ook, als je zin hebt, eens bij een opname aanwezig zijn. We hebben een kleine studio, maar we hebben plek om eigenlijk ook getuigen hier uit te nodigen om eens bij een gesprek aanwezig te zijn. En ja, dan draag je ook bij door jouw aanwezigheid. Dus in de beschrijving van deze Yintijd zal ook een link staan naar hoe je je kan aanmelden als je het leuk vindt om vriend van Yintijd te worden. Ja. Nou, Annelies, daar zitten we. Ja. Ja. Mag ik even een kussentje pakken voor onder mijn voeten? Ja, ja. Want dan ben ik beter geaard. Ja. Ja. Zo, dat is fijn. Zo, dan zitten mijn voetjes op de aarde. Ja. Ja, ja, de stoel is voor jou te hoog. Ja. Ja. Maar dat is belangrijk, hè? Ja. Voor aarding. Vooral als je spiritueel werk doet, is het heel belangrijk om juist goede aarding te voelen. Ja. Zodat het eigenlijk van onderuit en van bovenuit hier, vanuit het midden, naar buiten kan. Precies. Ja. Ja. Zo voelt het voor mij dan. Ja, mooi. Mm-hmm. Nou, mooi dat je goed voor jezelf zorgt. Ja. Ja, ja, dat is heel belangrijk. Ja. We proberen een bepaalde rust en schoonheid te creëren, een verstilling. Maar dat als er even iets gebeurt, dat ook even soms nodig is, dat het even wat rommelig overkomt. Mm-hmm. En dat dat ook de charme van Yintijd is. Dus dat er af en toe even iets tussendoor gebeurt. Ja. Ja. Dat is ook belangrijk, hè? Dat je iedereen zich senang voelt. Ja. Want dan zit je in de juiste energie, zeg maar. Dan kan het eigenlijk ook alleen maar naar het goud toe. Ja, en wat ik dan met het maken van Yintijd soms heb, is dat ik te veel de vorm wil vasthouden. En dan mogen er geen imperfecties zijn. Mm-hmm. Terwijl juist die imperfecties er ook voor zorgen dat het echt blijft. En dat het ook, er moet soms even iets tussendoor. En dat kan dan rommelig overkomen, of niet professioneel. Maar dat vinden we eigenlijk steeds leuker. Mm-hmm. Ja. Ja, dat is going in the flow. Hè? Ja. Hè? Ja, zo voelt het. En dat is toch heel... Ja, zo probeer ik mijn leven ook te leven. Going in the flow. Dus als het goed voelt, het doen. Ja. Als het niet klopt in mijn hart. Ja. Dan ook dankbaarheid, maar van nee, dank je. Ja. 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 Mm-hmm. Ja, mooi dat je... Ook net even alle, want het zijn runen, hè, die je neerlegt. Ja. En wat is een rune? Een rune is eigenlijk een symbool. En ze zijn hier nu met 24 runen. En dan heb je eentje, dat is de 25ste. Daar staat helemaal niks op. Ja. Dat is de wholeness, de om. En deze rune is een reeks van 24. En dat noemen ze de Eldorfutthark. Dus dat zijn eigenlijk de oudste runereeks die ooit gebruikt zijn. Mm. En je hebt verschillende reeksen runen. 16, 32. Oké. Wat ik ervan af weet, want het is heel groot. Maar wat ik heb ervaren met runen, in eerste instantie toen ik ze ontmoette... Toen ik op een shamanistische training zat bij Dancing Thunder, was er iemand die werkte met runes. Ik had enorm veel weerstand. Ik zag die symbolen en ik dacht, no way. Mm.
En runen hebben dus een symbool, om even terug te komen op je vraag. Ze hebben een symbool. Dat zijn een soort tekens, een soort letters. En er zit ook, ze hebben ook een klank. Mm-hmm. En ze hebben ook een betekenis. Mm-hmm. En ze kunnen gebruikt worden als een orakel. Oh, okay. Net als de tarotkaarten. Yeah. En de rune is van onze traditie. Ja, want waar komen ze vandaan? Ja, rune reizen. Zoals je zag, heb ik ze altijd in een zakje. Hè? En ze reizen altijd met me mee. Yeah. Dus het zijn hele reizende symbolen. Dus ze zijn in Iran gevonden, maar ze zijn ook in Noorwegen gevonden, Zweden. Ze zijn op allerlei plekken in Europa gevonden. Okay, het is, ook in Hongarije. Okay, het is eigenlijk een soort Europees... Ja, ik denk dan aan een alfabet, maar dat is het niet letterlijk. Maar het zijn symbolen met een unieke betekenis. Ja, precies. Maar als je zegt alfabet, dat kan ook, want deze heette Elder Futhark. En de Futhark, dat de naam F-U-T-H-E-R-K, komt vanaf hier. Vehu, Urus, Turisas, Anzus, Raido, oh, Kenas. Oké. Okay. Wel leuk, want je noemde de eerste is... Vehu? Vehu. Ik heb met brandnetels gewerkt. En de rune die bij de brandnetel hoort is Vehu. Wauw. Het staat voor het vuur, geloof ik, als ik het goed herinner. Ja, en voor het vee. Ja, het vee. Ja. Voor het vee. Het vuur is meer de kenas. Oké. Ja. 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 Het is zo mooi, want... kijk, ik werk met de rune op de wervelkolom. Op de wervelkolom? Ja. Oké. Okay. Maar de runen zijn ook verbonden met een plant. Ja. En de runen zijn ook verbonden met stenen. Ja. Dus ik heb er ook edelstenen bij, maar het medicijn wat ik mag uitdragen is echt de rune op de wervelkolom. Hmm. Ja, dus maar... Het maar dan zou... gaat iemand liggen en dan leg je daar runen op? Nee, het is eigenlijk begonnen. 8 jaar geleden had ik een ervaring. Toen sliep ik bij een vriendin in Nijmegen en ineens 's nachts werd ik wakker en toen kreeg ik een stem die zei I'm illuminated speaks en ik had echt zoiets van oh in die tijd was Isis net een opkomst dus ik durfde er ook niet over te spreken over mijn ervaring. Maar en Isis bedoel Isis, je? Die groep, die islamitische groepering, ja. Dus ik dacht want Illuminated Speak is IS. Dus dat vond ik echt een beetje verwarrend in mijn mind. Vervolgens, een paar maanden later, ik weet niet meer precies het tijdsbestek, lag ik in mijn huisje in het bos, in Ommel. En 's nachts werd ik wakker gemaakt door een energie, een licht. En dat was pure liefde. Mm. Dat was echt zoveel liefde, daar raak ik nu nog. Van geraakt. En dat was echt zo puur licht, zo'n Maria-energie. En dat was echt zo ontzettend mooi. Mm. En dat heb ik 2 nachten mogen ervaren. En ik voelde van het verlangen om weer naar dat licht te gaan. Eigenlijk terug naar huis. Yeah. Mm. Nadien, een paar maanden verder, kreeg die stem, die zei mij, was altijd in het Engels. Terwijl ik helemaal niet zo goed in Engels ben. Ik kan wel Engels, kan me wel verstaanbaar maken, maar ik heb geen intellectueel brein. Die zei tegen mij, you have to find the 12 sacred sounds on the spinal cord. Hmm? If you make these sounds with the people, they can change their own DNA. En ik kreeg die informatie, ik dacht, huh? In die tijd had ik een hele intensieve training van Dancing Thunder. Ja. Dat was een Indiaan uit Noord-Amerika van de Susquehannock Tribe. Die leerde mij hoe ik rituelen kon opzetten. En we trainden echt van maandagochtend tot donderdag. En we trainden heel intensief. En dat was in Amsterdam. Op het moment dat ik naar die training liep, hij had het over de 24 Gates of the Eagle. En op het moment dat ik naar die training liep, 's ochtends, midden in de stad... kreeg ik echt zo'n enlightenment, echt van, we hebben 5 lumbale wervels,
12 thoracale en 7 cervicale. En ik was ze dan optellen, 7, 12 en 5 en 24. Toen dacht ik, wow, dat zijn die 24 gates. Voelde ik zo. Dus ik ging naar Dancing Thunder en ik was nog wel een beetje verlegen. Dus ik dacht, ik ga het toch vragen. Ik vroeg aan hem van, dit en dit heb ik gevoeld nu. Nu ik naar je toe loop. En dit zijn er 24 op de wervels. En toen zei hij, good. You have to find the symbols. En zo is dus uiteindelijk, zeg maar, die droom gekomen, die 24. Yeah. Zo kwam ik in een winkel terecht in Nijmegen, een stenenwinkel, omdat ik dol ben op edelstenen. En die winkel heette Utala. Dat is de eerste rune. Oh, oké. Okay. En daar vond ik de runeset, 24. Wauw. Het is echt, het is je allemaal gegeven. Echt, ongelooflijk. Ja. Ja, ongelooflijk. Ja, je bent nooit ergens naar op zoek gegaan. Nooit. Maar je wist ook helemaal niet dat dit eigenlijk dus was waar jij naartoe mocht bewegen. Nee. Dat is wel heel bijzonder. Ja, ja. En dus die 24 wervels, dat is iets wat gewoon echt tot jou is gekomen. En zijn er andere mensen die daarmee werken of is dat echt... Ik weet dat de Azteken daar ook mee werken, op de wervelkolom. En op dat hele medicijn, zo noemen wij dat, hè, medicijn, maar medicijnen kunnen ook bloemen zijn. Ja. Hè, of een prachtige steen die je bij je draagt, of wat jou kracht geeft. Dat is het medicijn. Mm-hmm. Dat noemen ze zo in het shamanisme. Ja. En eigenlijk is alles naar me toe gekomen. Ja. Ja, en de 12 heilige klanken... 24 gedeeld door 2 is 12. Ja. Dus ik heb de runes gelegd, 6 jaar lang, in ceremonie, in mijn huisje, en gevoeld welke rune hoort zo te zijn. Oh. Kijk, het heeft natuurlijk een ritme, Utala, Dagas, Ingus, Lagus, Manas, Ewas, Perkana, dat heeft een ritme, maar moest Utala nou beneden, of moest hij nou boven? Ja. Dus dat was heel erg voelen, zo. Alles met gevoel. En er volgde nog meer, eigenlijk werd ik geleid door de visioenen, want een ander visioen daarna vertelde me, you have to open it in the east. Dus dat gebeurde op een gegeven moment ook onverwachts op een moment in België, bij Philip van der Zee, ook een rune. Ja. Ja, ja. Dus die is ook van de Kiva. Hè? Ja. En ik was daar de runes aan het leggen en op een gegeven moment komt hij binnen en hij zegt, oh, dit is het oosten. Mm. En toen dacht ik, hé. Ze zijn geopend. Ze zijn geopend. Ze zijn geopend, de runen zijn geopend. Ja. En wat bedoel je daarmee? Ja, dus dat het hele medicijn geopend is om mee te gaan werken. Ja, zo. Ja. Ja. Dus eigenlijk ook stap voor stap is dat... Stap voor stap. En eigenlijk 4 visioenen hebben ze het me verteld. Zo. En het volgende visioen was van you have to go to the right and you have to go to the left. Dus deze beweging maakten ze. Dus het mannelijke en het vrouwelijke. De Nada Ida en de Nada Pingala. Ja. Dus de Susumna. Ja. Dus dat lijkt alsof je dus eigenlijk dus de levensenergie die langs de wervelkolom omhoog kan bewegen vanuit het centrum. Het heilig huwelijk. Ja. Waar we het straks even over hebben gehad. Mm. In jezelf. Ja. Ja. Goh. Ja. Ja. Mm. Dus heel dankbaar dat het naar me toe is mogen komen en dat ik het mag uitdragen, maar ook verwarrend. Verwarrend? Voor mijn geest. Ja? Ja, want ik ben opgevoed totaal niet spiritueel. Oké. Nee. Mijn ouders hadden vroeger thuis café. Ja. Super lieve mensen. Ja. De middelste van een gezin van 5. Ja. In Limburg. Ja. Er werd gezegd, doe maar normaal. Ja. Weet je wel? Ja. Als je dan even anders dacht of zo. Maar als kind was ik enorm verbonden met de natuur. Enorm. Mm. Met de bomen. Ik zat altijd in een kersenboom. Mm. En dan was ik gewoon in mijn eigen wereld. Ja, ja, ja. Enorm verbonden met de dieren. Ik kon ook praten met de dieren. Maar ik dacht dat iedereen dat kon. Ja, 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 ja. Dus zo voor mij was het gewoon shocking... Toen ik ontdekte dat andere kinderen dat niet hadden, ja, ja, ja. Dat was voor mij echt zoiets van, huh? Oh.
Dus, dat is bijzonder. Ja. En als kind van 7 jaar had ik ook wel een bijzondere ervaring. Want ik zat in de klas bij een juffrouw die heel streng was. En ik had op de 2e klas een hele lieve juffrouw. En toen kwam ik in de 3e klas en dat was echt een bitch. Dat voelde ik zo als kind. Dus ik had de pen op een bepaalde manier vast, anders dan andere kinderen. En zij sloeg altijd met een stokje onverwachts op mijn vingers. En zij was heel gelovig. En zij wilde heel graag dat alle kinderen naar de kerk gingen. Ja. Katholieke geloof in Limburg. En ik was zo braaf dat ik dacht, dat ga ik maar doen. Want anders mag ze mij niet. Ja. Weet je wel, zo'n meisje, zo heel verlegen, zo blonde krulletjes. En dan moest ik altijd van als kindje 's ochtends vanuit de café door de natuur lopen. In de ochtend, om 7 uur begon de mis. Ja. En dan liep ik door de natuur heen, over een watertje heen. En dan kwam ik bij die kerk. Er was een hele grote deur en dan duwde ik die zware deur aan. En dan zat ik in die kerk. Maar het bijzondere daarvan is dat ik enorme heiligheid heb gevoeld. Ja. En ik heb die verstilling in de natuur gevoeld. Weet je, net bij zonsopgang loop je als klein meisje door die natuur. Helemaal verbonden met de natuur, met de dieren, met de planten. En dan het water en dan bij de kerk. En dan zag ik zo die kerk, zat ik als een van de weinige mensen, ja, het enigste kind in de kerk. Ja. En dan... Ze deed je gewoon braaf. Dat je ouders zeiden van, nou, dat is goed. Die vonden dat goed. Dus jij ging in je eentje elke ochtend naar de mis. Ja. Ja, en dan kreeg ik wel als beloning een flesje chocomel mee van Nutricia. Ja. En dat was heel erg fijn, want na de mis ging ik dan naar school en dan had ik daar mijn boterhammetje op met de chocomel. Maar dat, ik heb besefte me laatst dat ik dacht, wauw, dat heeft het ook gebracht, de echte yin. Echt naar binnen. Ja. Echt in stilte. Ja, op hele jonge leeftijd. Op hele jonge leeftijd. Maar dat besefte ik me pas een paar jaar geleden. Ja, dat eigenlijk de oorsprong was van mijn yin. Ja. Ja. Ja, en het is ook maar een woord wat we eraan geven. Hè? Het is meer een gevoelstaat die je dan ervaart. En zelfs onbewust grotendeels. Maar je weet wel de kwaliteit. Ja, en ook dat ik leerde bidden. Ja. Dus niet zozeer, ik begreep de taal niet zo goed wat de pastoor vertelde. Maar ik had wel mijn eigen gebed. Mooi. Ja. Dus wauw. Voordat ik ging slapen. En, weet je, dus ik leerde wel heel veel te bidden in mezelf. Oké. Ja. Ja. En wat leverde, wat gaf het jou, het bidden? Enorme stilte. Enorme rust. Enorme connectie met de Creator. De creator. Met het universum, God, Allah. Ja. Hoe je het ook noemt. Ja, precies. Ja. Dus dan had je eigenlijk een heel diep religieus besef. Ja. Spiritueel besef. Ja. Ja. Wat mooi. Ook bijzonder dat je ouders dus inderdaad eigenlijk jou ook al die ruimte gaven. En er zelf niet aan mee hoefden te doen, maar dat jij wel het helemaal zelf kon ontdekken. Ja. Zo bijzonder. Ja, dat is wel grappig, want mijn vader, die zei altijd van, wij moesten altijd naar de kerk, maar dat was dan meer voor het, voor de mensen eromheen. Hè. En mijn vader zat dan in de café te kaarten. Ja. Dus dat was ook wel grappig, zo van. En later na voelde ik me niet meer verbonden met de katholieke kerk. Ja. En ik probeerde telkens wel dat voelen, maar nee, dat lukte niet meer. Nee. Maar dat was ook oké. Ja. Even een slokje water. Ja, thee. Ik heb thee. Maar je hebt het zo mooi neergelegd dat ik even niet zo goed wist waar ga ik jou het serveren. Hartstikke mooi. Dit is ook prachtig, hè? Ja. Wauw. Ja, het is een mooi servies, hè? Ja. Over yin gesproken. Ik was natuurlijk niet opgevoed met yin en yang. Toen ik de shiatsu opleiding ging doen, hier bij Ching Bai, in 2000 ben ik toen de opleiding gaan doen, want in origine werk ik met pasgeboren babytjes, met prematuurtjes. Ik werk hier in de Radboud nog steeds. Dus ik werk met hele kwetsbare doelgroep, ook ouders. Maar die kindjes die zijn dan vanaf 24 weken
levensvatbaar. Ik heb 13 jaar om intensive care gewerkt. En daarna, nu werk ik op de high care en post-intensive care. En de ouders zijn natuurlijk ook heel kwetsbaar, want je krijgt een te vroeg geboren kind. Ja. In die tijd voelde ik van, ik wil ook nog wat anders gaan studeren. Toen kwam ik in aanraking met de shiatsu. Dat ben ik gaan doen en daar leerde ik dus over yin en yang. Ja. Ik dacht, wat is dat yin en yang? Ja. Weet je? Ja. En dan kregen we een opdracht om naar een restaurant te gaan, om te kijken naar het AC-restaurant, om te gaan kijken wat mensen aten. Ja. Om te kijken van, is het nou yang of is het nou yin? Mm. Weet je? Dus echt die kwaliteiten te zien van yin en yang. Ja. Ja. Dus dan leer je ook je eigen kwaliteiten kijken van, wat is yin en wat is yang? Ja. Ja, dus de yin-kwaliteit, als vrouw is het veel makkelijker om in je yin-kwaliteit te zijn, omdat je als vrouw meer yin bent, zeg maar. Ja, ervaar je dat zo? Ja, ja, dat ervaar ik wel zo, dat het veel makkelijker is. En het verbonden met het water en de yin-kwaliteit. Mm. Ja. 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 Het is wel wat ze altijd zeggen, inderdaad. En wat ik ook eigenlijk wel heel leuk vind, is dat het is ook een manier om ernaar te kijken. Mm-hmm. En ik vind het wel heel mooi dat je het uit jezelf allemaal zo benoemt. En, mm-hmm. en wat ik ook heel leuk vind van wat we hier met yin-tijd doen, is dat we het ook eigenlijk helemaal niet zo belangrijk vinden of mensen daar heel veel over kunnen vertellen, mm-hmm. bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat vind ik altijd heel fijn. Dat, mm-hmm. Want wat Frank en ik dan voelen bij jou, is dat jij belichaamt het. Mm-hmm. En of het dan yin of yang is, en mm-hmm. of een andere. Dus ik vind het heel leuk dat je het uit jezelf wel benoemt. Mm. Omdat het dus jouw ervaring is. Ja. Ja. Ja, maar ook voelen en hoe belangrijk yang voor me is. Ja? Ja, zeker. En vooral de balans tussen die twee. Ja. Hè? Want voor mij gaat het leven over balans en harmonie. Dus, want het laatste visioen wat ik nog wilde delen was over de bijen. Oké. Okay. Het laatste visioen wat ik kreeg was dat ik op een nacht wakker werd en moest ik iets, een symbool tekenen. En op de Flower of Life. En ik dacht, ja, hallo, midden in de nacht. Maar goed, dat heb ik wel gedaan. Mm. En dit symbool, en daar kreeg ik ook het verhaal bij van de bees. The bees fly into the beehive and out of the beehive. And the way how they cooperate together, they can make the gold, the honey. Yeah. It's about harmony and balance. En dit is eigenlijk wat ik gebruik voor, als een metafoor voor ons mensen. Hoe wij mogen samenwerken met elkaar. Iedereen vanuit zijn eigen gaven en respect. Dan kunnen we echt samen het goud maken. Mm. De honing. Oh. En zo voelt dat voor mij ook, waar we nu mee bezig zijn met de Kiva documenteren. Maar zo voelt het voor mij ook dat, hè, dat we het op het werk doen met de babytjes en de ouders. En ook, weet je, als ik de ouderkind massage geef. Of de vrouwencirkels. Dus dan benoem ik dit altijd, omdat het zo belangrijk is. Dat we samen het goud kunnen maken. En dat het echt over harmony en balance gaat. En dat is echt de yin en yang kwaliteit. Ja, de nada ida, de nada pingala, mannelijke, vrouwelijke. En dat er heel veel belangrijk is om zeg maar ook zeg maar vergeving naar elkaar. Oh, de vrouwen naar de mannen en de mannen naar de vrouwen. En dan krijg je de balans. Mm. Ja, maar ook in jezelf voornamelijk. Yeah. Want het gaat er natuurlijk om hoe we het zelf belichamen. Hè? Yeah. Mm. Jij benoemt het ook. Het mannelijke en het vrouwelijke. Ida. Nada Ida. Nada Ida. Nada Pingala. Nada Pingala. Wat in de ruggenwervel. Ja. Tot hierboven. En dan. Nou ben ik wel benieuwd. Hè? Ik gaf laatst een ceremonie voor een dansavond. En toen had ik het idee om een oefening te doen. Dat kwam er. Langs de Maasai in Afrika. Mm. Die hebben een soort rituele dans. Daar gaan de jonge krijgers op een rijtje staan. En dan gaan ze springen. Ken je? Mm. En dan alle mannen die gaan met klanken dat dan begeleiden en met klappen. Een soort repeterende klank. En dan gaan ze springen. Mm-hmm.
En voor die dansavond dacht ik, oh, dat is wel leuk om in de ceremonie even mee te beginnen. Als een soort van, ja, je kan dansen op ritme of op melodie. Maar je kan ook dansen door te gaan springen en met die klanken begeleid te worden. Dus ik zag dat, nou, dat kon iedereen zo mooi gaan doen. En toen las ik er even over en toen begreep ik dat het is eigenlijk een soort rituele dans, waarbij dus de jonge mannen aan de vrouwen van de stam laten zien van, ja, nou, wie kan nou heel mooi springen en wie kan hoog springen. Ja. En dat dat dus ook een beetje een soort ritueel is van eigenlijk het kiezen van een partner. Dat de vrouwen dan kunnen kijken van, hé, welke man is voor mij nu eigenlijk heel aantrekkelijk. Ja. Mm-hmm. Nou, dat vond ik zo leuk. Ik denk, oh, dan gaan we dat doen. Alle mannen op een rij, alle vrouwen op een rij. En de mannen deden dat ook meteen met mij mee. Ja, de vrouwen die moeten dat natuurlijk ook doen. Dat is wel leuk en dat deden ze ook. En later kreeg ik het commentaar dat een vrouw zich eigenlijk heel erg beledigd had gevoeld, want zij wil zich niet meer identificeren met een vrouw of een man. En dat was helemaal niet juist dat ik dat op die manier gedaan had. En het idee van iemand anders was van, ja, je had de groep gewoon in tweeën moeten splitsen. Mm. Nou, ik heb daar nooit over nagedacht en dan denk ik, ja, dat heb ik misschien helemaal verkeerd ingeschat. Maar ergens vraag ik mij wel af van, ja, hoe creëren we wel nog die polariteit, hè, dat is dan wat anders dan dualiteit, waaruit eigenlijk die levensenergie gaat stromen. Mm-hmm. En hè, dus ook ik heb met één iemand misschien heel veel energie gaat stromen, met iemand anders gebeurt er niks. Mm-hmm. En hoe zie jij dat? Kunnen we nog dat hele, in deze maatschappij, waarin het heel erg over transgender en alles is fluïde, klopt het dan nog om over het mannelijke en het vrouwelijke te spreken? Daar ben ik dan gewoon benieuwd naar. Mm-hmm. Want ik merk echt dat ik dan even helemaal aan het twijfelen word gebracht van, mm-hmm. Ja, ben ik dan ouderwets? Of, hoe zie jij dat? Hoe ik het zie, ik kan het alleen maar zien in mezelf. En wat belangrijk is in mij. En verder, ik weet dat het ook zo gebeurt in de wereld. En dat het niet makkelijk is voor mensen dan, hè? Dat ze in een soort conflict komen. Als ik vraag van, ga bij de man of bij de vrouwen staan? Nou, die vrouw blijkbaar voelde zich in conflict, maar ze had ook kunnen zeggen van, ik ga eruit. Oh ja, er waren ook mensen die niet meededen. Precies, ja, precies. En dat vind ik ook helemaal prima. Ja, precies. En één vrouw, precies, die had het niet goed gehoord en die stond tussen alle mannen. En ik denk, ja, blijf jij lekker staan. Want voor mij maakt het niet uit waar iemand gaat staan. Precies. Dus voor mij is het niet dat het moet zus of het moet zo. Nee, precies. Dat is voor mij ook altijd zo. Van, ik denk, iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Mm-hmm. En pak dan je eigen verantwoordelijkheid. En als het niet goed voelt, dan ga je eruit, weet je wel. Ik kan alleen maar kijken hoe ik het in mezelf doe. Ja. En ik probeer uit dat oordeel te gaan vanuit mijn hoofd. Ja. Want dit oordeelt nooit. Het hart oordeelt nooit. Dus ik probeer natuurlijk, mijn mind oordeelt ook, natuurlijk, zo ben ik opgevoed. Maar ik probeer dan gelijk los te laten en terug te gaan naar mijn hart. Want wat weet ik daar nou van, weet je wel? Ja. Dan kom ik in discussie of in conflict. Ja. Maar zou jij in een ceremonie een groep kunnen opsplitsen in mannen en vrouwen, omdat jij voelt van, ja, maar dan kunnen we ook echt aan het werk? Of? Ik zou van tevoren, voordat ik de ceremonie, zeg maar, start, al bedenk, zou ik het al, zeg maar, initiëren. Waardoor de juiste mensen daar naartoe komen. Ja. Snap je? Dus dan zou ik mijn rituelen al doen, omdat het helder en zuiver blijft. En dat mensen die zich zowel niet mannelijk als vrouwelijk verbonden voelen, daar sowieso niet op aansluiten op zo'n ceremonie. Nee, dus die komen dan niet naar jou toe? Nee. Ja. Nee.
Ik ben ervan overtuigd, als je heel helder je intentie neerzet, dat het... dat is ook met ceremonies, weet je, zo van, ik heb ook mogen leren van ceremonies. Ik heb dat ook niet geleerd vanuit mijn traditie. Nee. Hè? Ik heb het ook mogen leren van Dancing Thunder en ik heb het heel erg mogen leren van Dayu uit Bali. Hoe zet je nou rituelen op? Hoe doe je dat nou? En dat eigenlijk voordat je iets start, dat het al goed is om een ritueel te doen, om je intenties helder te hebben. Voordat je het start. Want anders kan het in een chaos terechtkomen. Mm-hmm. Zo voelt het, is mijn ervaring hoor. Het is geen kritiek op jou, hè? Absoluut niet. Maar dat is denk ik heel erg belangrijk. Voordat ik iets doe, zet ik mijn intenties er al op. Ja, mooi. Dus dan komen de juiste mensen. Dan vraag ik ook aan het universum. Stuur me de juiste mensen op mijn pad. Ja. En, zodat er geen verwarring kan komen. Nou ja, het is, dit is een ceremonie die eigenlijk vooraf gaat aan een dansavond. En daar komen eigenlijk allerlei mensen op af. Ja. Dus ik was gevraagd om die ceremonie een keer te geven. Ja. Weer eens. Dus ik ben daar dan denk ik op een bepaalde manier ook naïef in. En ik denk daar niet lang genoeg over na. Mm-hmm. En ik voel alleen maar heel veel enthousiasme om gewoon even te doen alsof we Maasai zijn. Ja. En dat we dan gewoon dat allemaal even gaan doen. Ja. En ik had die muziek erbij. En dus eigenlijk voel ik dan achteraf van, oh ja, dan ben ik gewoon eigenlijk iets te naïef. Maar eigenlijk is het ook heel mooi wat je doet, want je doet iets spontaans, je zet iets spontaans in de wereld. Maar het gaat er meer om, wat gebeurt er in jou op het moment dat iemand daar iets over zegt. Ja, precies. Hè? Dat is eigenlijk voor mij ook interessant. Wat gebeurt er in mij, waar kan ik zelf innerlijk werk doen, waar ik geraakt ben. Ja. En dan dank ik eigenlijk degene die me die feedback heeft gegeven. Soms doet het ook heel pijn. Ja. En dat je denkt, maar dan is het gewoon interessant in mij. Oh, blijkbaar raakt het iets in mij. Wat heb ik nu voor mijzelf te doen? Weet je wel? En is mijn intentie goed? Ja. Nou, dan ga je het, blijf ik het gewoon zo doen. Ja. Weet je, dus... Ja. Nou, goed, wat ik mooi aan vond, is dat ik eigenlijk... het was zaterdagavond laat en ik... ging naar huis en ik moest eigenlijk steeds lachen. En toen dacht ik van, ja, maar er zit wat onder. En ik had dus een jonge vrouw en ik had er echt wel ook bedankt voor haar inbreng. Want ik voelde ook van, oh ja, ik merk dat ik eigenlijk de neiging heb om haar af te wijzen. Maar ik voelde ook van, maar daar klopt helemaal niks van. Zij mag gewoon haar ervaring hebben. En ook dus dat, nou ja, dat is gewoon echt gewoon bam bij me neerleggen. En toen zondagochtend, toen... realiseerde ik me van, oh ja, maar ik was als kind heel gevoelig. En daar was helemaal geen ruimte voor. Mijn ouders die hadden zoiets van, ja, hou op met zeuren. En doe maar gewoon mee. En dus ook de school of de omgeving dwong mij om ongevoelig te worden. En dat ik dus ook merkte van, oh ja, nog tot een paar jaar geleden kon ik tegen mijn moeder zeggen van... Ja, dat vind ik echt helemaal niet fijn, wat je nu zegt of doet. En dan lachten ze me gewoon heel hard uit. Och, jij ook altijd. Dus je bent zo gevoelig. En wat ik dus merkte is, omdat ik dat in mezelf zo heb ervaren. Als ik niet gevoelig mag zijn, dan mag zij dat ook niet zijn over dat mannen en vrouwen. En toen dacht ik, oh ja, daar zit interessant, het. Interessant, hè? Daar zit het. Ja, mooi, hè? Ja. Dus nu voel ik van, oh ja. Maar dan los daarvan, hè, stel ik me dan de vraag, ja, zou ik in de toekomst nog steeds wel, hè, dus die man op een rij en die vrouw op een rij. Dus ik was even benieuwd hoe jij daar, Maar ik vind het dus mooi, dus kan je nog één keer dat in de rune, de pingala, je zei, dat mannelijke en het vrouwelijke. Ja, mannelijke en het vrouwelijke, zeg maar, in de ruggenwervel heb je de nada, ida en de nada, pingala. Ja, nada, nada, ida, nada, pingala. Ja. Ja, en Ida is dan vrouwelijk? Ik geloof het wel, maar dat weet ik niet. Ik vergeet ook dingen, weet je wel. Als ik wel eens boeken lees, want ik vaak, als ik een boek in mijn handen heb, dan begin ik van achter naar voor. Yeah. Dus ik denk, waar komt dit nou vandaan? Of ik lees gedeeltes uit boeken. Yeah. En ik vertelde al, mijn brein is meer praktisch en niet intellectueel. Mijn brein is echt voelend. Ja. Yeah. Dus als mensen echt heel erg... uitweiden over iets. Discussies ga ik ook nooit. Nee. Dat is voor mij ook niet mijn weg. Ja, dat herken ik. Ik vergeet steeds meer.
Ja. Kennis, dat is eigenlijk steeds minder aan mij besteed. Ja. Dus iets uit een boek leren. Mm-hmm. Dat, ja, en wat ik ook even heel belangrijk vind, ook in ons gesprek, omdat ik van, toen je binnenkwam al even, dat ik heb jou voor het eerst gezien bij een kiva. Mm-hmm. En kan je heel kort vertellen wat een kiva is? Ja. Een kiva is eigenlijk een plek, een ceremonie van 4 dagen en 4 jaar lang op 1 plek, committed, waar allerlei mensen uit de hele wereld, de Wisdom Keepers, samen naar het vuur hun gebed doen. Voor moeder aarde, maar vooral ook voor ons mensen. Ja. Want moeder aarde is niks mis mee. Maar ja. Ons mensen, daar zouden we nog heel veel in kunnen transformeren. Mogen transformeren. Ja. Dus als ik het goed begrijp, en ik ben er geweest, dat zijn dan shamanen. Of jij noemt het wisdom keepers. Ja, wisdom keepers, shamanen, elders. Ja. Hoe het dan zo genoemd wordt. Ja. En kijk, vroeger in die tribes was er vaak geen dokter of zo. En dan gingen die mensen naar de shamaan toe, ja, in zo'n dorp. Ja. En een shamaan, dat word je doordat je van je vader, word je opgeleid, zeg, ja, maar. Dat is de traditie. En je kunt eigenlijk, vind ik persoonlijk, niet zomaar shamaan worden. Je kunt, nee, je niet zomaar shamaan noemen. Maar je wordt daarin opgevoed en, ja, opgeleid. Ja. En wisdom, ik heb bijvoorbeeld Dayu uit Bali, waar ik mee werk. Dat is een Balinese priestress. Zij is van de hoogste traditie van de kasten, van de Brahmanen. Mm-hmm. En zo word je ook geboren. Dus je wordt geboren als priestress. Je wordt geboren als, dat zijn ook de healers en dat zijn de genezers. Dus dat is in de Balinese traditie. Dus, ja, elke traditie heeft dan zijn eigen shamanen of wisdom keepers of elders. En we hebben dat natuurlijk ook gehad in Nederland. Hè? Dus dat je in je dorp iemand had waar mensen naartoe gingen om te praten. Ja. Dus, ja, maar daarom vind ik het zo mooi dat je dit nu ook benoemt. Want dat was voor mij ook toen, 2019 in Drenthe toen. Er waren inderdaad mensen, Indianen uit Noord-Amerika, Midden-Amerika, Zuid-Amerika, een Aboriginal, een Maori. Ja. En wat ik heel fijn vond was dat Philip van der Zee toen ook was, als een soort Nederlandse, ja, shamaan. En, ja, er waren was ook, ja, mensen uit Duitsland, uit... ja. Maar toen heb ik me inderdaad ook afgevraagd van, oh ja, welke traditie hebben we eigenlijk hier, ja, in Nederland, precies, of in Europa? Ja. Ja. En, ja, zijn we dat dan helemaal kwijt? Want we hebben in Nederland hebben we zweethutten en we hebben ayahuasca uit Peru. En dus heel veel shamanisme is eigenlijk geïmporteerd in Nederland afgelopen decennia. En dat is prachtig. Ja. En daar heb ik ook zelf ook hele bijzondere ervaringen mee gehad. Maar en daarom vind ik het zo mooi dat jij ook met de runen komt. Want dat is waarschijnlijk wat we hier in de, nou ja, afgelopen duizenden jaren voor het christendom, ja, hebben gehad, ja, ja, denk ik. Ja, precies. Dit is een onderdeel van de westerse traditie. En ik had dezelfde, want Dayu nodigde mij uit, zeg maar, als assistent in 2016, de allereerste kiva. Dat ontstond plotseling. Daar heb ik ook niet om gevraagd. En dat ontstond en ik heb ja gezegd. En de eerste kiva stond ik ook met van, ja, maar waar is onze westerse traditie? En al de Duitsers en de Belgen en de Nederlanders hadden echt zoiets van, en wij dan? Ja. Wat hebben wij? Ja. En gelukkig in het tweede jaar kwamen de Duitsers, hmm, en Philip van der Zee. Dus toen werd dat langzaam geïntroduceerd. En zeg maar, ik liep steeds met Dayu mee in de kiva. Ja. Tot 2000, dus het is 4 jaar in Nederland geweest, 2016, 17, 18, 19. 2020 was de corona. En toen is het naar Duitsland gegaan, vlakbij München. En dat is nu komend jaar, het derde jaar. Dus het is het jaar van de ancestors, van de voorouders. Wat nu ook heel erg speelt, hè? De voorouders. En daar werd ik in 2021 gevraagd of ik dan als Nederlandse elder in de kiva wilde verschijnen. Dus in eerste instantie heb ik gezegd, ja, dan weet ik niet of ik dat wil. Daar moet ik over nadenken.
En ik heb ook met Dayu erover gesproken, omdat ik natuurlijk altijd als assistent was. En Dayu zei van, sis, it's your time. Mm. Dus toen was het medicijn ook klaar om uitgebracht te worden. Wow. Ja, dus zo is het eigenlijk ontstaan. Yeah. En ik moet je zeggen, met bevende beentjes ging ik de kiva in. Yeah. En het was heel mooi, want ik ben echt connected met de bijen. En voordat ik de kiva inging, je zit daar te wachten tot je de kiva in mag. En ik werd heel erg gesteund door Ragnar, mijn runebroeder uit Frankrijk. En door Osman, de Soefi. Ja. Die steunde me ook echt van, Annelies, we helpen jou, we zijn er voor jou. En ik zat met de schaal, met water, met een zonnebloem. En net voordat ik de kiva in ging, kwam er een bij op de zonnebloem zitten. En ik had ook een kaarsje aan van bijenwas. En op een gegeven moment, toen dacht ik, wauw, die bij komt me helpen. Weet je, zo voel ik dat. Ja. Die bij komt me echt helpen. Ja. En op een gegeven moment keek ik naar de kiva. En toen keek ik weer waar die bij was. En toen zag ik dat de kaars uit was. En er was de bij in de kaars gevlogen. Oh. Ja, die had zich echt geofferd. Oh. En toen werd ik geroepen om de kiva in te gaan, maar helemaal alleen. Zo. En ik vergat gewoon het tabak te pakken, maar ik heb mijn zwanenvleugels bij me. En ik ben echt de prayers gaan doen, zeg maar, mijn gebeden naar het vuur. Dus eerst in het oosten, want je hebt de vier windrichtingen, hè? Oosten, zuiden, westen, noorden en het midden, het vuur. En het vuur is het belangrijkste van de kiva, want het vuur gaat alle prayers naartoe, hè? Vanuit alle talen, alle vibraties. En dan gaat het helemaal, zeg maar, over het land. Ja. Zo, dat is de betekenis van het vuur in de kiva, met de aarde en het vuur. Dus toen ik in de kiva liep en bad van help me, weet je wel, laat me de juiste richting voelen, wat ik te doen heb, welke bewegingen, en ik sprak tegen het vuur. En ja, dat was gewoon zo bijzonder. Ineens voelde ik al mijn voorouders in de kiva bij me staan. En het was net alsof ik zo gedragen werd, dat ik zo helemaal omhoog dacht, wauw, dit was echt zo'n unieke ervaring. Ja, dat is zo groot voor mij ook. Daar raak ik ook emotioneel van. Omdat het zo'n enorme beleving is. En met de zwanenveer, en ze lieten me precies zien wat ik kon doen. Dus het is, je wordt gewoon gebruikt als instrument, snap je? Ja. Dus dat wil ik er eigenlijk mee zeggen. Want het mooiste geschenk wat Dayu me heeft kunnen leren met haar man, stay humble. Ja. Stay humble. Omdat je dit werk, mensen kunnen er ook van alles, die komen naar je toe en kunnen je op een voet stukken. En dat is heel belangrijk om telkens humble, weet je wel. En mijn eigen innerlijke werk te doen. Ja, dat was wel wonderlijk, want bij die kiva kwam wel ook de term naar boven, er is een verschil tussen shamanisme en shomanisme. Mm-hmm. Dus dat merkte wel ook dat ik bij sommige mensen ook daarna, dus in het shamanisme, krijg ik soms ook wel jeuk van mensen. Mm. Omdat ik dan voel dat ze zich heel erg in een soort uiterlijk verliezen. Mm. En dat ik dan me afvraag van, hé, maar wacht even. Het is veel meer nu een soort shining ego. Mm. En in plaats van die nederigheid. Dus dat... Mooi dat je dat dan zo voelt, dat wel essentieel is om... Ja, dat is de uitdaging. Ja, dat is natuurlijk ook, ik bedoel, dat is ook voor mij in allerlei settings een uitdaging om inderdaad nederig te blijven van, kan ik dienstbaar zijn aan wat ik doe? Precies, dienstbaarheid. En gisteren vroeg iemand aan mij, want ik had ook een gesprek erover, die vroeg aan mij, maar hoe doe je dat dan, nederig zijn? Ik zei, wat ik probeer is goed met mijn woorden te spreken. Hè? Want woorden zijn energie. Yeah. De manier waarop ik kijk. Yeah. En de manier waarop ik luister. Yeah. De manier waarop ik spreek. Dus de manier waarop ik voel. Dus telkens in die humbleness te ervaren. Yeah. Ja. Wat ik wel mooier vind, is dat je bij de Kiva-documentaire presentatie in het Nederlands jezelf wilde uiten en jouw dochter het ging vertalen naar het Engels. Mm-hmm. Je,
Kan je nog een keer uitleggen waarom je dat dan belangrijk vindt? Nou, omdat het ontzettend belangrijk is in deze tijd dat we onze Nederlandse roots weer erkennen. En ook onze voorouders. De Nederlandse roots? Dus de Nederlandse wortels. Ja. Onze Nederlandse wortels te herinneren. Ja. En ook onze voorouders. Ja. Om daarmee te leren werken. Ja. En Maarten Oversier, die is er heel erg mee bezig. En die heeft ook dat mooie boek geschreven, hè, Bestaansrecht. Wat nou heel populair is. En ik heb een keer naast hem mogen zitten, wat ook een bijzondere ervaring was, waarin ik zag hoe die werkte. Mm-hmm. Dus hij heeft een hele snelle methode, goede methode om ermee te werken. Maar voordat ik een ritueel doe of voordat ik iets doe, vraag ik altijd aan mijn voorouders, mijn vaderlijn, mijn vader, mijn overgrootvader, mijn vaderlijn en mijn moeder en mijn overgrootmoeder en al die vrouwen erachter, bedank ik hen voor mijn leven en vraag ik hun steun. Op het moment dat ik dat ben gaan doen, opende zich het hele pad. Ja. Door al die culturen heb ik dit geleerd, om hiermee te mogen werken met de voorouders. En ik zie gewoon hoe belangrijk dat we is, dat we ons verbinden met onze Nederlandse wortels. Ja. Ja, dus met onze voorouders en ook met de windrichtingen. Ja. Ja. Nou, ik ben heel blij dat je daar dus ook echt zo je over uitspreekt, omdat ik merk dat we in Nederland al heel snel het maar in het Engels gaan doen, want een van de deelnemers is Engelstalig of is een Duitser of waar dan ook vandaan. En dat ik dus ook zie dat mensen heel vaak heel veel woorden uit het Engels in de zinnen gebruiken en daar is niks mis mee. Maar ik merk van, oh ja, maar we hebben daar toch ook een Nederlands woord voor? Ja, shareholden, spaceholden. Denk, ja, maar je kan gewoon het Nederlands woord bedding, vind ik een prachtig woord voor het Engelse spaceholding. Ja. En ik merk dat ik daar soms ook een beetje fel op word. Ik denk, ja, maar we moeten gewoon ook hier in het Nederlands, ik gebruik heel veel Engelse woorden en dat vind ik fantastisch. Maar uiteindelijk, we hebben hier wel onze eigen vibratie van de taal. Hè? Ja, en ik vond het zo mooi dat jij toen zei van, nou, mijn dochter, en dat is ook weer mooi, hè? Dus de moeder en de dochter. Die dan eigenlijk het werk doen. Ja. En jouw dochter, prachtig hoe ze dat allemaal dan in het Engels vertaalde. Ja. Ja. Ja, en het mooiste was dat jij op een gegeven moment iets in het Engels deed en jouw dochter het dan naging zeggen in het Engels. Dat was ook echt hilarisch leuk. Ja. Ik had al één dag van tevoren gevraagd, omdat ik van de spirits krijg te horen dat ik het in Nederlands moet doen. Ja. Maar uit respect naar de elders toe die allemaal zijn gekomen. Ja. Heb ik even gevraagd of zij het dan in het Engels wilde vertalen. Ja. Dus, en toen heeft ze ja gezegd. Ja. En dat was gewoon voor mij een hele eer om het met mijn dochter te mogen doen. Ja. Omdat wij doen ook wel eens vrouwencirkels in Amsterdam. En moeder-dochter is gewoon een hele krachtige. Ja, prachtig. Ja. Ja, ik heb echt van jullie genoten. Mm. Ja, het was heerlijk. Dank je wel. Ja. Mm. Ja. Ja. Heel leuk ook dat je Maarten Oversier noemt, want onze vorige gast hier was Ilse Oversier, zijn dochter. Oh, zijn dochter, ja. Ja, mm-hmm. Dus alle lijntjes zijn verbonden. En dat vind ik ook weer zo mooi van Nederland. We zitten hier wel in een heel klein landje waarin mensen elkaar al heel snel kennen. Ja. Dus de verbindingen... Denk, oh, ken jij, hè, dus, oh, dus jij kent Maarten Oversier. En dat vind ik dan zo leuk. Ja. Want ik denk ook wel eens, zou ik niet ergens in Portugal willen wonen of in Zweden. Maar ik voel het nu ook in mijn hart. Het is grappig als ik het uitspreek. Dat ik geloof wel dat ik ben in Nederland geboren omdat ik hier waarschijnlijk gewoon mijn leven te doen heb. Hmm. En ik vind het ook heel mooi dat mensen die ik ken naar het buitenland vertrekken en daar gaan wonen en werken en leven. Maar ik heb het gevoel van, ja, in Nederland, het grappige is, ik voel het op mijn hart, dat dus het niet voor niks is dat ik hier geboren ben. Mm. En voorlopig heb ik het hier te doen. Mm. En daarom zitten we nu hier, in Nijmegen. Mm. Ja. 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 En daar, ja, heerlijk dat jij dus... Nou ja, de runen terugbrengt.
werk je nu met mensen, met de ruggengraat? Ja, dus in Utrecht heb je me dus gezien, maar daar heb ik alleen gesproken. En de andere avonden die ik mee heb mogen bewegen, heb ik de Rune Sound Healing een stukje gedaan. Dus met de monokord en de kristallen. En ik plaats altijd de kristallen. Met en wat de rune. Is een monokord? Een monokord is een groot instrument. Het heeft de A-tonen. De A. Oh ja. Ja. En is op 432 hertz, dus verbonden met je hart. En die begeleidt me eigenlijk in de Rune Sound meditatie. Mm. Want ik hoorde gisteren zoiets van Rune Sound healing. Dan moet er iets geheeld worden. Maar eigenlijk hoeft dat helemaal niet, want je bent al heel. Maar Rune Sound meditatie is natuurlijk... misschien moet ik sound ook muziek meditatie doen. Rune ja. muziek meditatie maken. Ja. Ja, en wat we dan samen doen, is dat we de klanken zingen op de ruggenwervel. Dus de eerste klank in de heiligbeen is de om. Drie keer zingen we die dan. En dan gaan we naar lumbaal 5 en dan gaan we naar de klank VU. En dan doe ik dat meestal twee keer zingen, mannelijk en het vrouwelijke. En dan reizen we omhoog naar lumbaal 4. En zo reizen we eigenlijk, dat is het hele pad, zeg maar, reizen we helemaal tot cervicaal 1. En elk wervel heeft verbinding met een orgaan. Dus op het moment dat jij je eigen westerse klank zingt, van de rune, dan geeft dat ook een andere trilling weer op het orgaan. Hmm. Waardoor dat orgaan ook weer... En je maakt je eigen vibratie. Net zoals iedereen een eigen hartslag heeft. Vind je dat leuk om het zo meteen te doen? Ik heb alleen de monokord niet bij me. Nee, precies. Ja. Ik wil het graag een keertje doen. Mm-hmm. Met de kristallen en de monokord erbij. Dus dan ben ik volledig, snap je? Want ja. De kristallen ondersteunen mij ook, zoals snap de zwanenveren ook. Ja. Dus graag wil ik het aan jullie geven hier, in Rune Sound Healing. Heel graag. Rune Sound ja. meditatie of bad. Ja. Maar ik voel me daar meer senang bij. Tuurlijk, als het nee, met de kristallen ik. En de ja. monokord erbij ja. is. Ja. Ja. Het is zo mooi om samen klank te maken. Het is nou heel best wel populair ook, hè? Klank, geluid. Ja. En ik vroeg aan Dayu van waarom eigenlijk, weet je? En ze zei, because people cannot listen anymore. Too much words. En ik dacht, ja, dat vind ik wel heel erg mooi. Dat mensen kunnen soms zoiets raaks zeggen. Hè? Van, dat zei mijn vader, zei ook hier altijd iets heel moois. Hij zei van, je kunt mensen voor het hoofd kijken, maar niet in het hoofd. Ja, ja. Nou, dat is wel leuk, want inderdaad, met Ilse hebben we ook echt hier... in de opname ook met klank, dat ontstond ook. En ja, ik merk ook inderdaad, hè, dus de resonantie van klanken kan dus inderdaad ook echt in het lichaam van alles lostrillen. Mm-hmm. En dan gebeurt er van alles. En dan kunnen mensen inderdaad ook bij emoties komen waar ze anders helemaal niet het weet of het besef van hebben. Of ja. bepaalde pijnen of wat dan ook kan in één keer gevoeld worden. Ja. Dus ja, ik geloof echt in de kracht van de trilling en de klank. En ja. ja, ik word de hele tijd wel naar jouw rune getrokken, merk ik, met mijn aandacht. Elke rune trek je aan. Nog heel even over klank. Ja. Vooral je eigen klank is zo belangrijk. Dat je je eigen klank kunt laten uitbrengen naar de wereld. Ja. Veel mensen zitten hier ook vaak geblokkeerd. Ja. Het is bij mij ook een hele tijd geweest. Maar je eigen klank, dan zet je eigen trilling. Weet je, de... Ja, letterlijk stem geven aan jezelf. Ja, ja want ja. Bijvoorbeeld net zoals ceremonie doen, dat we niet meer kijken naar ceremonies, maar dat we samen ceremonies doen. Ja. Dat vind ik ook zo belangrijk in deze tijd. Daar sta ik voor. Ik heb laatst op 21 december samen met mensen een steencirkel gemaakt. Mm. Samen. Ja. Dat vind ik heel mooi, want dat is wat ik ook echt heel belangrijk vind, is inderdaad dat... Nou ja, dat was wel ook een van de dingen wat ik bij de Kiva merkte, dat ik veel te veel het gevoel had dat ik toeschouwer was. Mm. En dat ik niet kon participeren in actieve zin. Mm. En dat vond ik wel jammer. En ik heb het heel goed gehad en het was heel inspirerend. En ik heb ook echt genoten van de kleurenpracht en alle... ook hoe mensen dan ook...
ja, beweging geven aan hun gebeden. Maar ja, dus inderdaad dat we de God in onszelf ook mogen herontdekken. En we hoeven dus niet, en dat is natuurlijk hier in het christelijke, dat we de pastoor of de dominee, en ja, die moet het dan allemaal maar doen en weten. Maar dat houdt de mens eigenlijk toch afhankelijk. Ja, precies. Ja. En dat vind ik zo mooi in de Rune Sound Healing. De mensen maken hun eigen klank. Mm. Weet je, ze maken zelf de keuze of ze meezingen. En dan maken ze hun eigen klank. En als je dan hoort wat er dan gebeurt in zo'n zaal, dan heb je zo die klanken die dan... Dat is echt goud. Mm. Dat is prachtig. Die maakt me heel nieuwsgierig. Ja, en als na die tijd ook mensen naar me toe komen en zeggen van... Goh, ik weet niet wat er gebeurde, maar in die rug heb ik al jaren last van. Nou, lost dat zich op? Heeft dat zich opgelost? Ik snap er helemaal niks van. Dan denk ik van, oh, het visioen heeft, zeg maar, het verteld. Ja. En je krijgt dan zo die feedback van iemand. Dat is dan prachtig, want dat is die zelfheling. Ja, ja, precies. We dat kunnen is die het zelf. Zelfheling. Ja. En het is heel fijn als er steun is en als mensen er voor ons en voor elkaar zijn. Supporting. Maar dat we weten van, hey, we kunnen onszelf helen. En we hebben ieder onze eigen wijsheid. Ja, ook. Hè, dus van, je kunt elkaar supporten, maar dat iedereen zijn eigen wijsheid heeft. En iedereen heeft zo'n goud in zijn hart, zo'n enorm bewustzijn in zijn hart. En als we daar ook weer meer mee connecten... In samenspraak met je voorouders, waar je roots, waar je vandaan komt. Ja. Ja, met de windrichtingen. Ja, dat. Ja, het heeft mij in ieder geval heel veel gebracht. En nog steeds aan het leren. Ja. 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 Maar de rune, welke rune trok je aan? Ja, daar ging ik eigenlijk net een beetje voor zitten, maar toen ja, weet ik sorry, even toen niet. Werd ik even gestoord. Ja, nee, maar het gaat zoals het gaat. Mm-hmm. Eerst dacht ik van, oh, wat veel. Maar eigenlijk die. Manas. Manas. Mm-hmm. Manas is verbonden met de cervicaal 5. Dus bij jouw keel, je keelchakra. En staat heel erg voor het zelf. En heeft heel veel te maken met jouw expressie. Dat je mag spreken vanuit je hart. En dat oké is. Dus als je de rune, de verbinding voelt met de rune. En de woorden die ik spreek. Dat voelt als, dat klopt voor mij. Het klopt in mijn hart. Dan kun je voor je thuis zelf de runeklank schrijven en ook zingen. En die kan je ook helpen in rituelen. Mm. Dus dat je echt voor jezelf kunt gaan staan, dat je mag spreken vanuit je hart, dat helemaal oké is. Dat je dan in je volle potentie mag gaan. Ja. En de klank die dan bij Manas... hoort, is dat dan een klank die jij me kan... Je hebt hem al zelf genoemd, hè? Kijk, mijn, zoals ik hem noem is Manas. Ja. Hè? Maar je kunt hem ook... Jouw klank is het belangrijkste. Dus ik hoorde jouw klank al van Manas. Oké, als ik het Manas uitspreek. Ja. Oké, ja. Dus dat is dan Manas. Ja, dus dan kun je naar cervicaal 6 gaan... Dus dat is, als je voorstelt dat cervicaal 7, die zit ongeveer ter hoogte van je schouders. Daar heb ik een heel erg bobbeltje, zoals je ziet. Ja. Ja, dat is cervicaal 7, dat is Berkana. En net daarboven, daar zit Manas. Oh, oké. Okay. Er was, en daarboven, sorry, cervicaal 5, Manas. Ja. Cervicaal 5, dus echt daarbij de keel, hè? Mhm. Dus dan kun je de rune Manas, kun je dan als een lichtpoort zien. Dus als je hem tekent als een lichtpoort. En dan plaats je hem daar, op cervicaal 5. En dan
verbind je het met je keel en met je hart. Want je keel is altijd met je hart verbonden. En dan kun je de klank manas zingen. Manas. Zullen we hem samen zingen? Ja. Adem je diep in. Verbind je met cervicaal 5. Manas. Voel de vibratie van de runeklank manas op je keel, op je ruggenwervel. Dankjewel. Jij bedankt. Prachtig. Ja. Hoe voelt het voor jou om hiermee af te ronden? Heel mooi. Als een mooi gebed. Ja. Twee klanken die samen mogen komen. Ja. Een ontmoeting met elkaar. Prachtig. Totale harmonie. Mannelijk en het vrouwelijke. Ja. Dus dank je wel. Ik wil jou bedanken voor jouw unieke en rijke inbreng. Ja. En dank hierboven. Ja. En dank aan de rune. Ja. En de zwanenveren. Maar, mag ik je handen vasthouden? Ja, zeker. Kom ik even dichterbij zitten? Ja, wacht maar. Ik kom naar jou toe. Oké. Zo. Dank je wel.